Ik wil werken met Bitnami. Met Bitnami kun je WordPress op je eigen computer installeren. Dit is de website van Bitnami, bitnami.com. Hier staat WordPress op. Daar klik ik op. Ga ik naar, in dit geval heb ik een Linux computer. Naar Linux. En dan moet ik hier op download klikken. Nou, dat heb ik inmiddels al gedaan. Ik ga naar de download kijken. Hier staat mijn Bitnami installeerprogramma. En in Linux moet je met de rechtermuisknop naar de eigenschappen gaan. Naar de rechter en dan op is uitvoerbaar aanvinken. Klik op OK. Ga ik hierop klikken. Dan gaat hij Bitnami installeren. Ondertussen dan gaat hij de Engelse versie installeren. Klik op OK. Welkom. Next. Next. Hij gaat dan hier weg. Installeren. Paspoort. Paspoort. Zoek hier ook een paspoort. Next. 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 We gaan hem ondertussen installeren, denk ik. Nee, nog niet. Tot het balkje helemaal volledig is. Dan wacht ik gewoon even. Nou, Bitnami heeft verschillende CMS-programma's om te werken met om een website lokaal op je computer te hebben staan. Even kijken naar de apps-catalogus. Klik ik hierop. Zie full catalog. Zet die WordPress heeft die. Joomla is een bekende. Drupal, Magento, ja, dan nog een hele hoop andere stacks noemen ze dat. Installatieprogramma's en programma's om te werken om een website te maken. Nu, hij is bijna klaar. Nog even wachten dan. Ja, dat zijn allemaal programma's die je kunt installeren. Zijn dat er best wel veel. Ook voor Windows en voor de Mac. Hij is er bijna. En het programma WordPress kun je ook in het Nederlands laten werken. Setup is bijna klaar. Ik ga nog dingetjes installeren. Oh, kan nog een paar minuten duren. Kijk, het kan ook werken in de cloud. About us. Our team. Je kunt WordPress ook gebruiken om een blog te maken. Want meestal wordt het gebruikt om
een internetsite te maken. Dit gaat ook veel makkelijker dan met andere installatieprogramma's. Net als bijvoorbeeld Xamp. Xamp is wat moeilijker om WordPress te installeren. En dan moet die Apache moet ook apart geïnstalleerd worden. Maar dit zit nu in één pakket. Hij is nu bijna klaar. Met Apache lukt het ook wel, maar dan WordPress installeren, dat gaat veel te moeilijk. Zo, hij is nu al bij 75%. Ja. Launch the Bitnami WordPress stack. Klik op finish. En nu ga ik manage servers. Die zijn nu al draaiende. Klik op welcome. Go to application. Dan ga ik hier naar access WordPress. En dit is eigenlijk het gedeelte wat je ziet als de website zogenaamd online staat. De voorkant. Nu kan ik inloggen door wp-admin in te toetsen. En dan ga ik hier deze als user en hier mijn wachtwoord. Dan klik ik op remember me. Klik op login. En dan gaat het opslaan op de computer. En nu ben ik in het dashboard van mijn website. Nu kan ik hier, ik denk bij General, kan ik de taal veranderen. Ja, site language. Hij staat op Engels. Dan ga ik hem nu op Dutch of Nederlands zetten. Even kijken, Nederlands. Nederlands. Klik op Save Changes. Nu staat alles hier aan de zijkant in het Nederlands. Wil ik weer naar de website. De site bekijken. En dit is de website van WordPress. Is eigenlijk binnen 10 minuten of 12 minuten gebeurd ongeveer.